face time. Well, remember tonight I found something here with you. Hey YouTube, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie al mijn favoriete gym outfits tonen. En ik ga bespreken of die sweatproof zijn, squatproof zijn, of de booty er mooi in uitkomt en al die belangrijke details. Maar laten we direct beginnen met de eerste outfit. Oké, deze outfit is van Alphalete. Dit is de Revival Legging en volgens mij de Crossback Sport BH. Dit topje heb ik volgens mij gewoon van de Primark. Dus uit die winkels haal ik heel vaak ofwel accessoires om erbij te dragen, ofwel ja, leuke topjes, goedkope topjes. Deze legging, omdat die zo licht is van kleur en fel van kleur, is niet volledig squatproof. Wel camel toe proof. En ik draag hier de rugzak van Alphalete. En hier is eigenlijk gewoon een andere outfit, ook van Alphalete. Volgens mij zijn er nog een paar sets die nu nog beschikbaar zijn in deze stijl. Het is volledig squatproof, ook al is het een felle kleur, omdat de stof dik is. Hierdoor is het dus ook wel een redelijk warme outfit. Het is een redelijk dikke stof. Ik vind hem ook niet super flatterend voor de booty. De oudere Revival leggings zijn meer flatterend. Deze Sport BH vind ik echt super fijn. Ik heb die ook in het zwart. En dan, dit is de oude Revival legging van Alphalete. Is nog steeds mijn favoriete Alphalete legging. De camel toe, je moet chance hebben. Sommige dagen heb ik hier een camel toe in, sommige dagen niet. Super raar. Is wel squatproof. En de Sport BH die hierbij draag is van My Protein. Ook met een crossed back. Super aangename Sport BH. Raad ik zeker aan. En was helemaal niet zo duur. En als je iets wit draagt qua Sport BH, dan lijkt je ook veel bruiner. Dus dat is een goede tip. Mijn schoenen zijn Nike's, zijn Jordans. Ik heb die gewoon bij de discount winkel op de Hoogboomse Steenweg gekocht. En hier is mijn Gymshark legging. Dit zijn de Flex leggings. Dit is de oude Flex legging die ik persoonlijk nog altijd verkies. Deze zijn ook nog gewoon te koop op de website van Gymshark. Maar je hebt nu ook de high-waisted Flex leggings. Die zijn een andere stof en ik vind ze minder elegant. Deze legging is eigenlijk een low-waisted legging, maar ik trek die gewoon super hoog, waardoor het een high-waisted legging wordt. En dan heb ik ze ook in deze fijne kleur, ook een van mijn lievelingskleuren. Booty is langs de zijkant wel flatterend, vind ik, in deze legging, maar langs de achterkant, echt als je gewoon recht van achter kijkt, ziet dat er echt super raar uit, vind ik persoonlijk. Dus als ik deze leggings draag, ja, dan maak ik graag een longsleeve. En op mij vast, deze longsleeve is eigenlijk voor een man. Dit is een van mijn favoriete sets van Gymshark. Is volgens mij ook nog steeds verkrijgbaar op hun website. En ik draag mijn zwarte Fila's eronder. Ik vind dat super coole sneakers. Ik moet deze outfit wel aandoen op een dag wanneer ik echt super confident ben. Want zoals je kunt zien is het echt van voor aan de borsten heel diep ingesneden. Dus ja, als ik me confident voel, doe ik deze aan. En dan draag ik ook een bijpassend zwart rugzakje. Deze is van de Primark. Yes, yes. Squatproof. Camel toe proof. Echt wel, ja, echt wel. Ik heb zo'n scrunchy butt van achter, wat het wel elegant maakt. Dus ook wel fijn. Deze fanny pack is van Bershka, van de Bershka. Super fijn. Ik ga niet effectief zo naar de gym, maar ik vond het een leuke outfit. Dus ja. Deze outfit is... Het topje is van JetNord. Ik heb een discountcode DV15 voor 15% korting. En deze legging is een ombre legging van Gymshark. Is volgens mij niet meer te verkrijgen, maar wel dupes on AliExpress. Dit is wel geen dupe. Is quadproof, is camel toe proof. En ik voel me echt een Power Ranger als ik ook deze longsleeve erop draag. En dit, oh, dit is echt mijn favoriete outfit. Ik gebruik die zowel om te gaan trainen als om op festivals, naar festivals te gaan liever. Ja, ik vind dat super, sorry voor de wiggle, super leuk. Ja, love it. En dan uiteraard met een leuk zwart rugzakje of een zwarte fanny pack met mijn gewone sport BH met die open rug. Ook weer met mijn fila's erbij. En die short was 3 of 4 euro bij de Zeeman. Ik zweer het u mannen, een bikershort die er zo leuk uitziet van de Zeeman. Voor 4 euro of 3 euro. Zalig toch? Yep, zeker een dikke aanrader. Best ook squatproof, dus ja, ook cameltoeproof, sweatproof. En dan gaan we over naar Nike en Alphalete. De legging is gewoon een zwarte Nike legging. Eigenlijk ook weer low waist, maar ik trek die zo hoog ja, dat het high waisted is. Het topje is van Alphalete. De legging is niet echt squatproof. Dat ziet je niet in de video, maar de legging in bepaald licht is echt totaal niet squatproof. Geen enkele Nike die ik heb is squatproof, dus dat is wel een groot nadeel. Zou ik eerder naar Alphalete of Gymshark gaan. Dit is eigenlijk de jogging van mijn vriend, van Vanquish. Die past niet echt goed voor hem, dus ik gebruik die en ik vind dat echt super cool. Ik vind, ja, dat is zo voor een badass day en ik trek die ook gewoon high-waisted, squatproof. Camel toe proof wel, maar ja, het is een mannenlegging, dus er is heel veel stof daarvan voor. En dan nu, mijn twee favoriete outfits van Muscle Nation heb ik net ontdekt. Dit is de Scrunch Butt en dat is een 3/4 legging. Deze bestaat niet full length, dat vind ik wel een jammere. Volledig camel toe proof, sweatproof best wel, maar niet volledig. Als je echt heel hard zweet, zie je het wel, maar dat maakt mij eigenlijk niet veel uit. Dus met een scrunch butt en de sport BH is ja, ook mijn crossback, die vind ik het mooiste. Ik vind hem echt elegant en ook qua cleavage, wat je borsten komen er gewoon uit. Dus heel fijn. En dan de sokken heb ik van een of andere schoenenwinkel. Je vindt die tegenwoordig overal. En dan uiteraard mijn fila's. En deze legging, die ik nu ga tonen, is ook van Muscle Nation. En dat is de butter legging en dan de bijpassende top. Oh my god, deze legging voelt fantastisch. Dat is zo de stof van Lululemon, zo super zacht, maar dikker, waardoor dat zo geen cellulite en zo toont. Camel toe proof en squat proof, kijk hoe. En dit is echt zo'n legging die je gewoon alle dagen kunt aandoen, heel de dag lang, omdat die zo comfortabel is. Sport BH ook super fijn met een leuke detailed rug. Amai, jullie kunnen jullie niet voorstellen hoe ongemakkelijk het was om die video te maken. Ik haat mijzelf omkleden en hier moest ik mij echt 10.000 miljard keer omkleden en het was super warm in die kamer, dus amai, dat was echt niet zo simpel. Maar ik hoop dat jullie deze video een beetje fijn vonden. Zo ja, geef mij alsjeblieft een like en abonneer uiteraard op mijn channel. Laat ook even weten wat jouw favoriete outfit was van alles wat ik jullie getoond heb. Ja, ik ben super benieuwd wat jullie favoriete outfit is, dus laat mij dat ook alsjeblieft weten onder deze video. Tot de volgende!